Niemand die bijzonder, niemand die algemeen. 4 uur 's nachts, 7 januari. Kunstenhoedje en een spijkerbroek. Arme grote, korte, zwarte haren. En ik stond daar op een zotte hoek. Ik heb stiekem met je bedankt. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je bedankt. Stiekem met je bedankt. Ja, Gert, kijk de volle tribunes om je heen. Frank de Boer zei gisteren al, dit is geen speciale club en dat tonen we denk ik vanavond weer. Ik heb net een tijdje met Frank de Boer gesproken en hij heeft ook terecht aangegeven hoe het hier leeft. Ik heb dat al een aantal keren aangegeven, dat het voetbal leeft in Spakenburg. Als je kijkt naar hoeveel mensen wij altijd ook meenemen naar uitwedstrijden en hoe mooi het was bijvoorbeeld in Emmen. Maar als je nou hier zo het veld op komt, daar is het gewoon kippenvel op. Je refereerde al even aan Emmen. Er zijn 2 profclubs uitgeschakeld dit jaar. Nu Ajax. Iedereen had het over het lot uit de loterij. En de afgelopen dagen sprak je erover om gewoon je eigen spel te spelen. Dat is ook de bedoeling? Nou ja, goed. Dat moet je maar kunnen. Dat zal Ajax niet te veel toelaten. Ik denk dat Ajax heel snel de wedstrijd wil beslissen met heel veel druk naar voren. En in hoog tempo zelf bij balbezit. Dus je zult vooral in het begin heel erg scherp moeten zijn om dat te kunnen voorkomen. Ja, weet je, het is een hele mooie aparte wedstrijd. En ik heb alleen tegen de jongens gezegd, geef alles, speel met je hart. Hou de ruimtes klein en probeer de mensen wat te bieden. Dat Ajax hier met de bijna sterkst mogelijke opstelling begint, zegt dat ook heel veel over hoe serieus zij IJsselmeervogels nemen? Dat denk ik wel. Als je kijkt naar de opstelling van Frank, is bijna een compleet elftal met allemaal gelouterde spelers. Hij laat niks aan toeval over. We hadden eigenlijk verwacht dat bijvoorbeeld Riedewald, een jonge talentvolle verdediger, wellicht hier zou spelen. Daar begint hij niet mee. Geeft ook aan dat ze de wedstrijd echt serieus nemen. Oké, dankjewel en veel succes. Dankjewel. Ja. Ja, veel plezier. Laten we hopen dat we dat beleven hier vanavond. De ingrediënten zijn in ieder geval volop aanwezig. IJsselmeervogels thuis tegen Ajax. IJsselmeervogels, zoals de speaker al zei, de meest succesvolle amateurclub van Nederland. En zij doen dat met deze 11 namen. Wellicht dat u ze niet allemaal goed kent. De meeste spelers hebben wel profervaring. De meeste tijd in de Jubilair League, maar let ook bijvoorbeeld op de spits. Thomas Verheid, nummer 22, heeft er in de topklasse al 10 in liggen. Oudspeler van ADO en Feyenoord, daar heeft hij in de jeugd gespeeld. Een grote, bonkige, sterke spits die tegen Helmond Sport ook de winnende maakte. Scheidsrechter vandaag is Tom van Siegem. Hij schudt de beide captains de hand. Helemaal nog een vaantje over Rijk. In de pupil van de week mag ook eens even vriendelijk lachend de camera inzwaaien. Kenneth Vermeer in het doel vandaag. Sillessen niet in de selectie. Betekent dat Mickey van der Hart als reservekeeper hier is. En dit zijn de 11 van Frank de Boer vandaag. Met Moisander centraal achterin. Samen met Veldman. Blind weer linksback. En voorin zien we Van Verbooyan. Danny Hoessen in de spits. Hoessen staat daar waar Sikorsson vandaag op de bank zit. Danny, grote spits van IJsselmeervogels, Thomas Verheid, maakte de winnaar tegen Helmond Sport in de verlenging, waar IJsselmeervogels achter kwam, 2-0. En dat was nog met 3-2 wist te winnen. De ploeg van Gert Kruis won daarna ook van FC Emmen een wedstrijd tegen de profs dus, waar ze achter kwamen, maar wel uiteindelijk wisten te winnen. De pupil van de week mag dan als eerste opstromen richting Kenneth Vermeer. Kijken of hij het doel met de bal kan openen. Dat krijgt hij inderdaad voor elkaar.
Klaassen. En Bojan. Tegenover Kuipers. Bal goed voor en daar Bojan met de eerste mogelijkheid. Fischer en de 1-0 is al daar. Dat is een heel vlotte. Vierde minuut. Ja, als je één ding dus niet wil als IJsselmeervogels zijn, is zo'n vroege tegentreffer. Zo'n enorme dreun, want dat zal het zeker zijn. Bal zo richting Klaassen. Dat is niet lekker een ploegenoot aanspelen op die wijze. En dat wordt afgestraft ook. Hoesen. Wat een fout daar achterin, zeg. De manier waarop Dennis Hollard een ploegenoot aanspeelt. En in de 9e minuut staat het al 2-0. De Harder. Nu zijn ze er toch met een flink aantal mensen uit IJsselmeervogels. Onder wie Tony Tol, de rechtsachter, voor richting Verheid. Verheid kan koppen. Vindt zelf dat hij er een hoekschop zou moeten overhouden. Van Siegem vindt dat niet. Verheid. Kurbekovic, Verheid gaat het proberen op deze wijze. Oh! Dat was wat geweest, Verheid. Blind. Kurbekovic is weg. Deze bal, Vermeer valt voor Verheid en dan valt hij weer terug voor Vermeer. En zo zijn er toch in die eerste helft een paar momentjes geweest dat het zomaar 2-1 had kunnen staan. Verheid. Kurbegovic glipt er langs. Vindt alleen de bal niet meer terug. En dan is hij voor Vermeer. Korte variant met nu ruimte om te schieten voor Blind. Of te pasen richting Veldman die bij de tweede paal kwam. Nu de mogelijkheid voor IJsselmeervogels om eruit te snellen. Met Van Noord, de centrale verdediger nota bene. Nu als meest vooruitgeschoven pion. En er zijn er best veel van IJsselmeervogels die bij kunnen sluiten. En dus de mogelijkheid voor, de bal voor, oh, de buitenkant paal van Noord. Ja, nu komt er wat sfeer in ook. Klaassen. Het is aan Ajax om ervoor te zorgen dat het niet meer spannend wordt in deze wedstrijd. De vogels zijn op zoek, de vogels zijn op jacht. De bal van Danny van Noord, de centrale verdediger hier op de paal. Pech dus voor de speler die in de jeugd van Ajax speelde. Daar, Fischer. Goed naar binnen gekomen. Uiteindelijk ook weer een kans voor zijn ploeg. En Fischer met een prachtige goal. Een schitterende goal waarmee hij de wedstrijd definitief in het slot gooit. Heerlijke goal. Fantastisch. Zoals hij hier kan afdrukken. Heel geplaatst en daar komt Zonneveld nooit meer op. Hakje is prachtig en Bojan maakt het niet af. Zonneveld krijgt toch de mogelijkheid een volgende redding op zijn naam te schrijven. En dus gaat Frank de Boer verder in het bekertoernooi met zijn Ajax. Want de overwinning is hier door dus vroege treffers van Fischer en Hoesen. En na iets meer dan een uur was het de tweede van Fischer en dus de derde van Ajax die ervoor zorgde. Dat Ajax doorgaat in de beker. De vogels, zij liggen uit dit toernooi. Want de eindstand op de Westmaat. Tussen IJsselmeervogels
en Ajax is 0-3. Christian, herzlichen Glückwunsch. Het was een goede start voor die Mannschaft. Goed begin, jullie begonnen scherp. Ja, klar, wir haben nach 10 Minuten waren wir schon 2-0 vor. Wir haben auch Video gesehen von unserem Gegner und die spielen in der dritte Liga hier in Holland, aber das war eine sehr gute Mannschaft und ja, deswegen war das sehr schön, nach 10 Minuten schon 2-0 vorne zu standen und das war natürlich einfacher für uns danach. Aber ich finde auch, dass die Mannschaft hier haben gezeigt, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die auch geführt in der dritten Liga. Ja, ze waren blij dat ze snel met 2-0 voor stonden. Ze hadden beelden gezien van IJsselmeervogels en ze hadden al gezien dat het een serieuze tegenstander waren. Had Ajax toch etwas angst gehad? Es gibt auch im Ausland viele Pokalspiele, hebben ze vielleicht auch mitgemacht gegen etwas kleinere Gegner, aber dann wird es doch spannend, wenn es lang 0-0 stehen bleibt. Ja klar, wir haben vor das Spiel haben wir viel darüber geredet, dass wenn wir so wie wir gegen Campo gespielt haben letzte Woche, dann wird es schwer für uns. Aber wir haben sehr scharf begonnen und das war sehr wichtig. 2-0 vor, dann war alles ein bisschen leichter. Und jetzt, was ist das wünschlos für Sie? Ja, wir wollen natürlich versuchen, auch in die Pokal sofort wie möglich gehen und das wäre natürlich schön, wenn wir ein Heimspiel bekommen können, dann wäre es einfacher, aber ja, lass uns sehen. Jetzt Sonntag noch Roda, Kerkrade, auch wieder eine schwere Gegner. Ja klar, letztes Spiel vor der Winterpause und wir wollen alles geben, sodass wir vorne stehen, wenn wir im Januar wieder beginnen. Viel Erfolg, danke. Thomas, hoe was het voor jou om als ras-echte Hagenees tegen Ajax te spelen vanavond? Ja, het was hartstikke mooi en het resultaat is wat minder. Tenminste, 0-3 is natuurlijk wel een knappe uitslag, denk ik. Het is toch wel een hele goede ploeg, Ajax. Alleen, ik denk dat het toch iets meer had ingezeten als je net een goaltje meepikt, want de mogelijkheden waren er wel. Begonnen jullie niet met iets te veel ontzag? Ik denk niet ontzag. Ik denk dat hun gewoon onwijs goed begonnen en ons gelijk onder druk zetten. Dan zie je dat Ajax gewoon een goede ploeg is en dan had het moeilijk. Tuurlijk zijn er wel puntjes wat je misschien voorkomen had kunnen, maar ik denk dat we daarna, toen we 1-1 gingen spelen, hebben we het op zich wel goed gedaan. Hebben ze ook nog even onder druk kunnen houden, maar dan moet hij net even goed vallen en dat is helaas niet gebeurd. Hij viel wel bijna goed voor jou. Ja, hij viel twee keer zelfs bijna goed voor mij. Eén kopbal, die kopte ik geloof ik tegen Veldman zijn hoofd aan, waardoor hij overging. En dan die lob van 1,35 meter die dan net overgaat. Ja, daar moet je een beetje geluk bij hebben en dat was er vandaag niet. Ik doelde eigenlijk ook nog een beetje op die bal die Kenneth Vermeer losliet. Oké, die was wat lastiger, omdat hij kwam gelijk kort op me. Dus dan had ik een heel raar lopje moeten doen met links. Maar ja, dat was ook een mogelijkheid, dat had gekund, helaas. Ik denk al met al toch een fantastisch bekertoernooi. Twee profclubs uitgeschakeld en dan hier tegen Ajax toch een mooie wedstrijd neerzetten. Want ja, zeker na de 0-2 kwamen jullie toch redelijk in het spel. Ja, precies. Ik denk dat we wel gewoon een goed bekertoernooi hebben gespeeld. Alleen, natuurlijk als je Ajax loopt, dan weet je dat het in principe over is na die wedstrijd. Maar het is gewoon jammer. En ik denk dat de meeste jongens toch wel iets meer eruit hadden willen halen. Alleen, helaas. Dankjewel. Alsjeblieft. Gert, ik denk dat je gezien van de eerste 10 minuten een heel tevreden trainer bent. Nou ja, goed. De eerste 10 minuten, dat was het doemscenario wat je niet wil. Je gaat naar zo'n wedstrijd toe en je probeert er zo lang mogelijk een wedstrijd van te maken. Maar na de eerste 10 minuten met 2-0 achter, vreesde ik wel dat het een hele vervelende avond zou worden. Maar deze ploeg, deze groep heeft karakter en wij knokten ons terug. Ajax ging een tandje lager. Dat betekende dat het toen wel een echte wedstrijd werd. En voor rust al hadden we wellicht een goaltje kunnen maken via Thomas Verheid. Had een beetje pech met een fantastische voorzet van Tony Tol dat hij hem er niet in kopte. En we hebben met elkaar gezeten in de rust. We hebben gezegd van we gaan er nog voor. We hebben een aanvallende wissel gepleegd. We hebben een middenvelder eruit gehaald en een specifieke vleugelspeler erbij gezet, Brian Burghout. Toen zijn we met drie spitsen gaan spelen en met Ahmed Aoui heel kort achter de spitsen.
En na rust moet je een beetje geluk hebben met Benny van Noort, die er dichtbij was. Benny van Noort die een fantastische wedstrijd speelde en had zijn wedstrijd kunnen bekronen met een goal. Ja, en in de tweede helft, de jongens die werden natuurlijk zwaar vermoeid. Want ja, tegen een topclub als Ajax, de kampioen van de laatste drie jaar, moet je heel veel geven om overeind te blijven. Dat hebben ze gedaan. En na de 0-3, ja, toen was de pijp leeg. En ik moet die spelers een groot compliment maken. Die hebben ze al gekregen van verschillende mensen, ook van Ajax. Dus dat is wel voor die groep fantastisch. Maar ja, we hebben geknokt voor wat we waard waren. En uiteindelijk dus ook eervol ten onder. Ik denk dat als jullie op trainingskamp in januari terugkijken op het bekertoernooi, dat met een grote glimlach gaat gebeuren. Ja, in januari. We gaan trouwens niet op trainingskamp, want er was geen ruimte voor. Dat vind ik wel jammer. Maar ik denk dat we na een half seizoen kunnen concluderen dat we met z'n allen hier lekker bezig zijn. Dat die jongens alles geven, dat ze steeds beter gaan voetballen. En ja, vanavond was ook voor mijzelf een van de hoogtepunten tot nu toe. We hebben in de competitie goede wedstrijden gespeeld. We hebben in de beker, denk ik, indruk gemaakt. Wij hebben twee Super League ploegen uitgeschakeld. Dus dat is wel heel mooi. Zowel hier thuis, Helmond Sport uit Emmen, vond ik hoogtepunten. En vanavond vond ik echt een prachtige avond met een geweldig publiek. Ik heb heel erg genoten van de mensen uit Spakenburg, hoe ze ons gesteund hebben en hoe fanatiek ze waren. Dus voor mij persoonlijk, maar ook voor de groep, dat merkte ik, was het wel een hele mooie avond. Ja, al met al was het dus gewoon één groot voetbalfeest vanavond. En het publiek, alles verliep, het was sfeer. Ja, het kon het maar altijd zo zijn. Je krijgt natuurlijk van verschillende kanten mensen die hier komen. Ik heb voor de wedstrijd een tijdje met Frank de Boer staan praten. En die zei ook van, dit is wel een mooi sfeertje hier. Ik zei ook, dat vind ik namelijk ook. Menig eerste divisie club kan echt een voorbeeld nemen aan hoe het hier gaat. En ook vanavond met heel veel publiek was het wel een prachtig sfeertje. En dat is wel reclame voor IJsselmeervogels, denk ik. En ook een echt cupavondje. Ja, met alles erop en eraan. Heel veel media-aandacht en prachtig in beeld gebracht, denk ik. En over een tijdje gaan we hier met z'n allen wel mooi op terugkijken. Ik heb wel gezegd tegen de jongens dat dit smaakt naar meer. We krijgen nu natuurlijk in de competitie, hè, want we hebben nu nog de competitie waar we goed staan. Ja, dan krijgen we ook de mooie wedstrijden. En we moeten wel zorgen dat we ook die scherpte dan aan de dag leggen die we ook in fases vandaag aan de dag gelegd hebben. Is goed, succes ermee. Dankjewel. Graag gedaan.